Ilse Evers huurt samen met twee andere ondernemers drie ruimtes in de Hofbogen in Rotterdam-Noord. En daarvoor betaalde ze sinds 2009 een huurprijs van ruim 9000 euro. Maar met het ingaan van het nieuwe contract per 1 januari gaat die prijs in één klap naar 16.000 euro. We hebben ongeveer een huurverhoging van 80% gekregen. Wat die over 3 maanden ingaat. Dus dat is lekker stevig. Ilse heeft een werkruimte waar ze tassen maakt en ook treedt ze op in het theater. Ze kan, net als de andere huurders, de verhoging niet betalen. Dat betekent dat we uit alle deze drie bogen weg moeten. En dat we met 6 mensen een nieuwe plek moeten zoeken. En in 3 maanden. Ik kan me voorstellen dat het een groot verschil is en dat dat wel even binnenkomt. Wat wij ook altijd doen in de voorstellen is aanbieden om in gesprek te gaan. En ik denk ook in dit geval dat het gewoon goed is dat de huurder met de verhuurder in gesprek gaat. Toch is de nieuwe prijs volgens de verhuurder de prijs die de drie bogen waard zijn. En die kan niet zomaar naar beneden. Dit najaar hopen Vestia en Havensteden de Hofbogen te verkopen aan een nieuwe eigenaar. En volgens Ilse heeft deze plotselinge huurverhoging daarmee te maken. Een pand verkopen zonder huurders levert veel meer op dan een pand verkopen met huurders. En hoe hoger zij de contracten zijn, hoe meer zij ervoor kunnen vangen. Ja, dus zij gebruiken ons om er een lekker slaatje uit te slaan. Nee, dit is gewoon einde van het contractdatum. En op het moment dat de einde datum nadert, dan bieden wij altijd, zeg maar, ook in dit geval, doen wij een nieuw voorstel. De Hofbogen zijn de afgelopen 10 jaar flink ontwikkeld. En dat is volgens de verhuurder de reden dat de prijs nu een stuk hoger is. Maar daar is Ilse het niet mee eens. Verderop, in het begin van de Hofbogen zijn ze bezig geweest en daar ziet het er helemaal mooi uit. En hier zijn ze, in de afgelopen 10 jaar is hier niks gebeurd. Ze hebben af en toe een poging gedaan en heeft allemaal niks geholpen. Ze zitten hier nog steeds met een regenpijp boven onze hoofd die lekt. En nu opeens is er wel een dikke huursverhoging. En dat kan ik niet, dat snap ik niet.